Dat de Nederlandse economie de crisis helemaal te boven is, dat blijkt wel uit de nieuwe omzetcijfers van de webwinkels. Die hebben een goed jaar achter de rug. Bijna een kwart meer is er verkocht. Economieverslaggever Jeroen Schutteijs. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ongekende cijfers, hè? Ja, in de crisisjaren ging het al goed, hè, met internet. Toen al jaarlijks dubbele groeicijfers. En nu de economie voor veel mensen is hersteld, gaan die webwinkels alle remmen los, hè, zal ik maar zeggen. De groei gaat in een nog veel hogere versnelling. 23% erbij. Volgens de brancheorganisatie blijkt hieruit dat het gedrag van consumenten in rap tempo verandert. Meer mensen kopen op internet, ook steeds meer ouderen. En de kassabon wordt hoger. En ja, er verdwijnen natuurlijk ook veel winkels in de straat. Dus ja, dat heb jij misschien ook wel eens, dat je denkt van, jee, ik moet een nieuwe digitale camera hebben. Waar moet ik die nou kopen? Ja. Nou ja, het internet dan maar. Ja, inderdaad. We hebben al eerder gehoord vanochtend, reportage van jou, dat de schoenen doen het goed, de schoenenzaken. Ja, dat is natuurlijk heel opvallend, hè, die schoenen. 10 jaar geleden had je me waarschijnlijk voor gek verklaard als ik had gezegd, joh, we gaan de komende jaren laarzen, sneakers massaal via internet aanschaffen. Want ja, die dingen moet je toch passen en zo. En toch gebeurt het, hè. De verkoop van schoenen via internet is met 44% gestegen. Nou ja, er zijn ook niet voor niks, hè. 1000 schoenwinkels verdwenen de afgelopen jaren. En er komt nog wat bij, hè, bij die schoenen. Want bekend is dat heel veel schoenen retour worden gestuurd door consumenten. Maar die cijfer, dat is berekend, hè, in die cijfers. Dus soms sturen we wel 2 van de 4 paar terug. En maar dat is dus allemaal verrekend in de cijfers, zegt de thuiswinkelorganisatie. Dus er wordt niks mooier gemaakt dan het is. Goed, maar ook computers, levensmiddelen, speelgoed, allemaal enorme groeicijfers. Eigenlijk is er geen categorie waar het slecht mee gaat. Ik mag wel hopen dat mensen hetzelfde paar terugsturen. En niet 1 schoen van de ene en 1 schoen. Nee, dat lijkt me wel. Nee. Ja. Zijn het vooral de grote jongens? Ja, de afgelopen dagen hoorden we daar al het een en ander over. Bol, hè, de marktleider, verwacht dit jaar door de grens van 1 miljard euro te gaan. De grote concurrent Coolblue, die groeit ook enorm. Hoopt zelfs op 1,2 miljard omzet uit te komen eind dit jaar, waarmee ze Bol van de eerste plek zouden stoten. Nou, we gaan het zien. En ook Zalando gaat agressief verder met het bewerken van de Nederlandse markt. Zalando heel sterk in schoenen. Veel gejuicht dus. Qua omzet is er ook niks mis mee. Maar maken die webwinkels nou ook winst? Ja, dat is een goede vraag, hè? En die heb ik voorgelegd aan Wijnand Jonge, de directeur van de brancheorganisatie van webwinkels. Ja, dat is een lastig verhaal. Want heel veel webwinkels kiezen ervoor om iedere verdiende euro, om die gewoon te investeren in nieuwe ontwikkelingen, in nieuwe technologieën, in het beter maken van klantervaringen. Want zij moeten allemaal de race bijhouden met, ja, die gaande is, hè, om het webwinkelen naar dat hogere niveau te tillen. Dus er wordt nu met geld gesmeten? Ja, wil je je positie ook op termijn kunnen behouden, dan heb je nieuwe klanten nodig. De service moet nog beter worden dan die al is. Ja, en dat kost gewoon heel veel geld. Ja, dus nu heel veel geld uitgeven en dan over een aantal jaren dan vaart het schip met de winst binnen, is de gedachte. Ja, want ja, die markt die groeit, dat is duidelijk. Dat trekt natuurlijk ook veel mensen aan die denken, nou, laat ik even in een korte klap heel snel rijk worden. Nou, vorig jaar zijn maar liefst 8000 mensen met een webwinkel begonnen. Die denken allemaal een unieke zaak te hebben, een uniek concept. Maar eerlijk is eerlijk, er vallen natuurlijk ook webwinkels af. Nou, het aantal faillissementen viel wel mee, hè. Je praat je over enkele tientallen. Maar het aantal webwinkels wat zichzelf op heeft gegeven, liep wel in de 5000. Dat is toch meer dan 15% van alle webwinkels in Nederland. Dat zijn natuurlijk toch behoorlijke aantallen. Dat zijn mensen die voordat ze in de rode cijfers komen eigenlijk denken van, nou, kappen maar. Ja, omdat het eigenlijk gewoon voor heel veel webwinkels ook niet uit kan. Hè? Als jij in een segment zit van een productcategorie waar al heel veel spelers actief zijn, dan loont het niet meer om nog een keer zo'n webwinkel op te starten. En de kosten zijn gewoon navenant, de tijdsinvesteringen. Nou, vaak komen webwinkels er op een enig moment achter, hè, die nogmaals gestart in als hobby, ja, dat gewoon niet uit kan. En dan stoppen ze ermee. En zei Wijnand Jonge, directeur van de brancheorganisatie van webwinkels. Jeroen, nog één ding. We horen natuurlijk met enige regelmaat dat die webshops te laat geld terugbetalen of te laat of zelfs helemaal niet leveren. Dat zijn soms ook webwinkels die lid zijn van die brancheorganisatie van Jongen. Hoe zit dat? Ja, nou, er is een soort keurmerk, hè. Dat is een waarborg dat je met een nette club te maken hebt. Maar afgelopen jaar zijn er toch tientallen webwinkels die hebben hun keurmerk verloren, omdat ze zich niet aan de regels houden. De Consumentenbond die zit daar altijd bovenop.
en vindt dat de brancheorganisatie goed moet opletten. Dat doen ze ook, zeggen ze. Dat die Consumentenbond kritisch is, dat houdt ons scherp. En de sector zal er alleen maar professioneler van worden, zegt de brancheorganisatie. En dat is gunstig voor de sector en toch ook voor ons, de consument. Economieverslaggever Jeroen Schutijzer was dat. We spraken over de omzetcijfers van de webwinkels.